Mijn man mag natuurlijk in deze compilatie absoluut niet ontbreken. En dan denk ik dat u weet over wie ik het heb. Inderdaad, over de rechtsback van PSV, waar René van der Gijp bijna elke week wel een momentje van wist te vinden. Manolev. Ja, Manolevje. Hij was geblesseerd. En ik moet zeggen, het was een vrij ernstige botsing. Wel? Ja, behoorlijk. Ik moet zeggen dat het schijnt dat die placenta-juffrouw die zit alweer in het vliegtuig. Want dit gaat... Dit kan hem wel eens een weekje kosten. Ik weet niet veel mensen zullen de botsing gezien hebben. Jij wel natuurlijk. Maar ja, maar het was een behoorlijke botsing. Kijk. Ja, verdomme, ja. Kijk, ja. Oh, god, nee. Hij kreeg de geest weer, hè, zaterdag. Ja? Ja, hij was weer bezig. En het ingegeven door het feit dat die prior, die jongen die onterecht die rode kaart kreeg van de Graafschap. Frenkel. Ja, Frenkel. Ja. Waardoor die linkerkant, die werd natuurlijk leeg. Ja. Omdat die jongen was weg. Ja, en toen dacht die Manolev, die dacht, ja, dit ga ik doen. Ja. En toen kregen we dus elke keer dit. Kijk, dit is de eerste keer. Kijk, dan gaat hij er langs, en dan... Wat denk jij? Ja, achter of zo. Nee, hij schiet hem tegen die gozer aan. Echt waar? Ja, let maar op. Dit is de eerste keer, hè? Dan zou je zeggen, kan gebeuren. Ja. Kan gebeuren. En dan komt de tweede keer, dus ik zit zo, ik denk, nou, dan gaat hij weer. Kijk, vrij aangespeeld, dan gaat hij weer. En hup, en ja. En wat denk jij? Ja, nu wel achter, toch? Denk jij dat hij hem voor krijgt? Nee, hij krijgt het naar achter, denk ik. Let op wat er gebeurt. Kijk. Hup. En dan... Nu komt de derde keer, achter elkaar. Ja. Ik vraag me ook af wat die Fred Rutte denkt als hij daar zit. Ja. Nou, de derde keer was echt... Toen dacht ik echt, het gaat nu goed komen. Ja. Hij had ruimte. De ruimte, de tijd. Kijk, hier, vrij aan en dan... En wat denk jij? Ja, dan schiet hij weer. Nee. Hij krijgt hem nu voor. Ja? Ja, let maar op. Hoe kan dit nou, Johan? Hoe kan dit nou? Die Manolev wordt een obsessie voor jou. Nee, maar... Manolev geblesseerd, 3 weken. Ja, godverdorie. Ja, ik heb hem een fruitmand gestuurd. Echt waar? Ja, nee. Nee, serieus. In de hoop dat hij snel weer fit is. Want ja, wat nu? Ja, dat zat ik me ook te bedenken. Wie nu daar? Ik heb zelfs Manolev gezien. Nee. Ja, echt waar. Maar die speelde toch niet? Nee, die speelde niet. Die stapte uit zijn auto. En toen het is echt toevallig. Ik liep net langs. En toen zag ik dat hij aan het zoeken was waar hij naar binnen moest. Dus ook buiten het veld heeft hij geen flauw idee. Nee. Echt zit, dat is al niet alleen in het veld, hoor. Maar dat is ook buiten het veld. Ja. Dus wat verwarde blik heeft hij, hè? En toen zag hij jou, toen was hij helemaal geschrokken. Ja, dat rennen dat idee. Manolev mag de eerstkomende tijd niet spelen, ondanks het feit dat hij fit is. Want, zo zegt Rutte, Manolev heeft wedstrijden nodig. Juist niet. Nee, want niemand Manolev is het beste zonder bal. Dus waarom zou je dan wedstrijden nodig hebben? Als je zonder bal het beste bent. Ja. Over ballen gesproken, Johan Vleeming. Ik ben best vaak kritisch op hem, maar hij viel dit keer goed in. Hij was rustig aan de bal. Hij ging op het juiste moment mee naar voren. Hij werd een paar keer goed ingespeeld. Meen je dit nou of niet? Nee. AC Milan heeft interesse getoond voor Manolev. Nou, ja. Ja, dat was toch wel een verrassing voor René. We gaan de komende weken zien of Manolev daadwerkelijk uiteindelijk de transfer zal maken naar AC Milan.